Bent u toe aan een nieuwe badkamer of een cv-ketel? Wij verzorgen het compleet voor u. Ook voor kachels, haarden en schouwen kunt u bij ons terecht. Bezoek onze uitgebreide showroom of kijk op de website. Op 12 april zal voor de eerste keer Classic Day Kuik plaatsvinden. Arno Thomassen, om wat voor een klassieke dag gaat het? Een dag die gericht is op oldtimer liefhebbers van auto's, brommers, motoren. Uiteindelijk willen we iets verder gaan naar, we hebben een vraag voor bijvoorbeeld iemand met jukeboxen. Er kan alles bij komen kijken, maar... Ja, het gaat vrij breed. Alleen nou de eerste keer gaat vooral auto's, brommers en motorliefhebbers. En hobbyisten, vooral gericht op hobbyisten. Niet op... Welke organisatie zit erachter? Dat doen wij zelf eigenlijk. Het is een uit de hand gelopen ideetje. We zijn een paar jaar terug begonnen met gericht op één merk. Op de auto's zoals hier achter ons staat. En... Dat is uitgegroeid naar wat groter. Daar komen jongens op af vanuit Engeland, België, Duitsland, Frankrijk. Overal komen ze vandaan. En dan hadden we de zaterdag erbij. En dachten we, nou, we moeten met die zaterdag iets gaan doen. En dan gaan we iets, alle merken doen. En hier in de regio hebben we veel brommerliefhebbers. En eens kijken of we die mannen allemaal de brommer uit de schuur kunnen laten halen. En deze kant op kunnen laten komen, ja. Maar het is niet zo dat er een vereniging of een stichting achter zit? Nee. Misschien moet dat er wel komen als het een succes wordt. Want ik krijg heel veel vragen voor toertochten. En dat is de organisatie nu gewoon te klein voor. Dat kunnen we niet opzetten nou. Dus we houden het nou gewoon hier in de hal. Een oude fabriekshal. Dat geeft een leuke sfeer. En gewoon kijken wat het gaat worden. Ja, wat erop afkomt. En als het groot is, dan gaan we er volgend jaar mee verder. Dan gaan we het iets uitgebreider doen, ja. Want hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, het is vooral mensen komen hier, iedereen krijgt een plekje en het is vooral buurten met elkaar. Dat is wat die mannen leuk vinden, ja, elkaars projecten bekijken en praten over restauratie van bepaalde objecten. En dat vinden die mannen leuk. Zijn er ook stands met informatie? Ja, nog niet zo heel veel. Ik heb heel veel mannen, of ondernemers, die willen komen, maar die komen vooral kijken, nou, omdat het eerste jaar is. En die komen nou kijken en ja, mocht het een tweede jaar zover komen, dan zou dat wel veel komen. Ja. Ik heb echt heel veel ondernemers die zeggen, we komen gewoon even kijken nou. Dus ja, dat kan wel komen, ja. De Classic Day is op zaterdag, maar zondag is er dus ook nog van alles te doen. Ja, maar dat is vooral op de Audi 50 en de Volkswagen Polo gericht. En dat is eigenlijk een klein wereldje. En daarom komen die mensen ook overal vandaan. Ja. Echt uit België. Ik heb vanaf vrijdag al een beers, een camping bijna vol zitten met Belgen, Duitsers. Mensen uit het noorden van het land. Die komen overal vandaan, ja. Ja. Hoe laat begint het programma op zaterdag en op zondag? Op zaterdag zijn we hier vanaf 8 uur. Dan kunnen mensen een stand opbouwen. We hebben op vrijdag al een paar mensen die een stand op komen bouwen. Dat is eentje die meubels maakt van oude auto-onderdelen. Die komen op vrijdag hier alles al neerzetten. En op zaterdag zijn we hier vanaf 8 uur. Maar ik verwacht qua bezoekers vanaf 10 uur dat het pas echt begint te lopen. Ja. Ja. Is er ook nog een website waar we meer informatie op kunnen vinden? Ja, de classicdkuik.nl.